Anouk lijdt aan de aangeboren ziekte van Pompe. Zij kan alleen haar kin en ogen bewegen en een heel klein beetje haar duim. Maar geestelijk markeert ze niets. Anouk spreekt via haar spraakcomputer die zij bedient met haar kin. Ja. Anouk die was meen een jaar of 8 toen kreeg ze deze spraakcomputer. Nou ja, dat was voor haar en de wereld ging open. Ze kon ermee gaan typen, ze kon leren lezen, leren schrijven. En dat ontwikkelde zich eigenlijk heel snel. En toen was met logopedie, waren ze eigenlijk aan het kijken van ja, wat kunnen we hiermee? En stukjes voor de schoolkrant schrijven, verslagen van sportdagen maken. En ze vond het eigenlijk allemaal zo leuk en ze deed het ook allemaal zo goed. Dat ze zoiets hadden van ja, eigenlijk moet ze verder, ze moet meer. En ja, dan heb je de Linda, je hebt de Jan. En toen kwam het idee, dan komt er ook een Anouk. Het zijn onderwerpen wat in Anouk de directe belevingswereld allemaal rondom haar afspeelt. En wat ze leuk vond om over te schrijven. Ja. Ja. Anouk, kan je aangeven wat je het leukste vond? Kliniek Clowns. Anouk kan lichamelijk dus niet veel. Maar belangrijker is dat het schrijven van dit blad haar heel veel plezier brengt. Daar kan zij al haar creativiteit in kwijt. Ze vindt het interviewen van mensen heel erg leuk. En iedere vrije moment dat ze thuis is, was ze aan het werk aan haar tijdschrift. Het is voor haar een hele leuke dagbesteding. Die vierde editie, die verschijnt volgend jaar zomer.